Tussen de machtige valleien van de Rhône en La Durance en de laatste uitlopers van de Alpen strekt zich een van de mooiste streken van Frankrijk uit, de Vaucluse. Gedomineerd door de beroemde en beruchte Mont Ventoux en gekenmerkt door een enorme variëteit aan natuurlijk en monumentaal schoon. De Romeinen hadden indertijd al ontdekt dat de Vaucluse een zeer vruchtbaar gebied is. Dat is vanzelfsprekend te danken aan de vele waterlopen die de streek doorkruisen. Het water, oorsprong van alle leven, is hier alom tegenwoordig. Het stroomt statig en klatert helder door bergen en dalen. Bovendien wordt dat water ook vaak economisch aangewend. De Sorgue ontspringt in Fontaine de Vaucluse. In dit historisch plaatsje waant men zich in de 6e eeuw. Hier weer klinkt nog de echo van de beroemde sonetten van Petrarca, opgedragen aan zijn geliefde Laura. Een liefde die het hele leven van de dichter zou vullen. De zuil van Petrarca is dan ook een van de bekendste bezienswaardigheden van deze streek. De Vaucluse heeft een rijke flora en bruist van het leven in vele vormen. Wat je toelaat om je zonder moeite de evolutie door de eeuwen heen voor de geest te halen. Hier geniet je als stadsmens nog van de ongerepte pure natuur. In dit uitgestrekte gebied kom je terug tot jezelf en valt alle spanning van je af. En bovendien zijn toeristische doelen nooit ver uit de buurt. Zo is er het unieke Vaison la Romaine. Ongeveer 2000 jaar voor Christus vestigde zich hier een neolithisch volk uit het stenen tijdperk. In 58 voor Christus volgde de bezetting door Julius Caesar, die van deze nederzetting een belangrijke stad maakte met een bloeiende economie en een levendige handel. Daarvan getuigen nog onder meer de ruïnes van de basiliek en de zuilengang van Pompeius. Ook de talrijke standbeelden van vooraanstaande Romeinse burgers spreken nog van het rijke verleden. In het jaar 407 ging veel van de pracht en praal van de stad verloren. Toen immers besliste Honorius bij decreet dat alles wat aan het heidendom herinnerde, vernield moest worden. Gelukkig werd er nog voldoende gespaard om ons toe te laten ons een beeld te vormen van de toenmalige urbanisatie en de manier van leven. Zo zijn er onder meer nog enkele fraaie, praktisch onbeschadigde mozaïekvloeren te bewonderen. Een van de meest volmaakte kunstwerken die in Europa ooit door mensenhanden werd gebouwd, is de Pont du Gard. Dit meesterwerk van de Romeinse bouwkunst werd opgericht door Agrippa, schoonzoon van keizer Augustus. De brug overspant nog altijd triomfantelijk de rivier de Gard en is het meest imposante deel van dit bouwwerk. Een bouwwerk dat na 2000 jaar nog praktisch intact is gebleven.
stad Orange, of Rauzio, zoals ze oorspronkelijk heette, werd gesticht door de oorlogsveteranen van het 2e legioen van Julius Caesar. Rauzio telde toen 4 maal meer inwoners dan nu en bezat een gigantisch theater. De voorgevel is 60 meter hoog en maakt van het Théâtre Antique het hoogste overgebleven Romeinse gebouw in Europa. Een van de prachtigste kunstwerken die het theater sieren is het standbeeld van Augustus. Het is 3,55 meter hoog en werd in 1950 gerestaureerd en teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plaats. Even verbazingwekkend is de triomfboog, die in 49 voor Christus, na een zege van Julius Caesar, opgericht werd op de toenmalige Via Agrippa, die Arles verbindt met Lyon. Het schilderachtige dorpje Gogde werd in 1944 verwoest door de oorlog, maar het is nu totaal gerestaureerd en in de laatste 30 jaar werd het een toeristische pleisterplaats. Mede door het feit dat heel wat kunstenaars zich hier kwamen vestigen in de oorspronkelijke kalksteenhutten die reeds dateren van 2000 jaar voor Christus. De Vaucluse dankt zijn wereldwijde bekendheid echter niet alleen aan de bouwwerken die de tand destijds glansrijk doorstaan hebben. Er is ook de wijn. In het begin van de 14e eeuw verbleven de pausen in ballingschap in Avignon. Hun zomerpaleis lag tussen Avignon en Orange. Rond de ruïnes van dit zomerpaleis liggen nu de wijngaarden van Châteauneuf-du-Pape, die indertijd door de pausen zelf beheerd werden. De beroemde dichter en toneelschrijver Paul Claudel roemde de Châteauneuf-du-Pape en gaf hem de naam Zoon van de Zon en de Aarde. De wijngaarden van de Vaucluse bieden nog andere populaire wijnen, zoals de Côte du Rhône Village, de Côte du Ventoux en zo meer. Liefhebbers van fraaie kleurenpracht ontdekken op het grote plateau van de Vaucluse de befaamde Colorado, de typisch provinciaalse kleurschakeringen. De Colorado is samengesteld uit het diepblauw van de lucht, het zachtgroen van de bossen, het helwit van de kalksteen en het fel oker van de rotsen. Daartussen slingert zich het kilometerlange purperen lint van de lavendelvelden in de valleien. De Vaucluse is wereldberoemd omwille van zijn lavendel. In de maand juli is deze hele streek ondergedompeld in een onvergetelijke paarse pracht. De vermaarde lavendelroute begint op het plateau van Valensole en slingert zich zuidwaarts tot aan de Middellandse Zee. Hier en daar moet het purper wijken voor een andere kleur. Op de economisch belangrijke zonnebloemplantages stralen de uitgestrekte velden goudgeel tegen de azuurblauwe hemel. Van in het verre verleden tot vandaag is de Vaucluse een van de populairste gebieden van de Provence. Het heeft aan iedereen dan ook heel wat meer te bieden dan alleen maar zon.